Ik wist dat je een foute, zo'n foute ring had vroeger. Ik was vroeger echt een foute... Kutmogol. Nee. Hey, wist je dat SC Veendam failliet gaat? Ik zag dat je daarover tweette. Ja, dat moest van mijn zus. Laten we maar beginnen dan. Weet je dat zo zeker? Want het display laat toch ook het materiaal zien? Doe de koptelefoon erop. We zijn er weer met een nieuwe Jo-post, zoals elke woensdag. We gaan jullie vragen beantwoorden en jullie tweets behandelen, jullie comments behandelen op YouTube en op onze website. En daar hebben we flink wat. Ja, ik stapel. Met scheisse. We hebben elke week meer, lijkt wel. Straks hebben we geen tijd meer om te lullen. Nee, we moeten dan serieus brief beantwoorden. Laten we maar beginnen met de eerste brief. Het is een tekening! Wauw! Holy crack! Tekening van de week. Geniaal, generieke gasten van de Jo-post. Ik weet niet waarom, hoe geniaal en generiek dat spreekt. Het allitereert lekker. Dat is wel waar. Maar het is natuurlijk een beetje wel een contradictie. Want hoe is generiek nou geniaal? Generiek is meestal alsof het van de lopende fabrieksband afkomt. Maar ja, dat kan ook geniaal zijn. Ja, maar nee. En het is ook van... Lennart Kriebel? Zou die gast echt Kriebel van achternaam weten? Ja, dat kun je wel donderop tegen zeggen. Als het in je e-mailadres zit... Lennart Kriebel. Lennart. Maar jij bent geniaal, Lennart. Elke woensdag geniet ik weer volop van de Jo-post. Vandaar dat ik er afgelopen woensdag mijn papier en potlood bij heb gepakt om een moment van de rubriek vast te leggen. Tuurlijk. Ik hoop dat jullie het resultaat kunnen waarderen. Dit is gewoon complete bullshit. Dit is gewoon een Photoshop filtertje. Ja, dit is gewoon een Photoshop filtertje. Of zou het echt getekend zijn? Dan zou het echt fucking awesome zijn. Als het echt getekend is, dan kan die gast Ik ben wel tevreden met de stijl, maar weet je waar ik dan weer relaxed mee ben? Is dat ik eruit zie alsof ik een of andere dude ga afjanken. En dat jij gewoon cool kijkt. Kijk even hoe jij kijkt gewoon dope, met zo'n wenkbrauw omhoog. En je hebt een vet t-shirt aan en ik zit een beetje met mijn mond open. Kijk nou, moet je kijken. Ja, maar dat komt omdat ik gewoon altijd cool kijk. Ja, maar dit is gewoon een coole blik. En ik met je... Je wil het voorlezen. En het lijkt inderdaad alsof je... En ik heb ook zo'n extreem Italiaans baardje. Heb ik echt zo'n Italiaanse foute... Jij bent echt fucking aan het janken op een fucking briljante tekening. Als dat is ook een Photoshop heeft toch niet zo'n filter, toch? Nou, dat kan niet. Die gast kan toch niet zo vet tekenen? Er bestaan mensen niemand die kan zo vet kunnen tekenen. Maar gaat hij echt de tijd nemen om zo... Die achtergrond ziet wel redelijk getekend uit. Weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft alleen de achtergrond getekend. Jij bent slim soms, hè? I tend to use. Waar zal ik hem hangen, Wouter? Hij moet wel een beeld, hè, jongens? Ja. Dus dan moet jullie even aanleiding geven van of het in beeld hangt. Ook als... plak maar over Kate Upton heen. Nee. Jawel. Never. Jawel. Never, vriend. Jawel. Ik zie al twee keer dat ik als chick ben gefotoshopt. Ja, die dikke is zo briljant. vieze wijze. Oh, wat hebben we toch een leuke muur hier, zeg. Wat hebben we toch een fantastische lezers. Ik vind onze lezers de beste van de wereld. Je plakt hem nu over de geplastificeerde brief heen. Ja, en de slangenhuid. Slangenhuid? Oh, daar plakt hij natuurlijk. Kom, ik ga nog even een beetje de boel dicht. Ik ga nog even een beetje de boel dicht spijkeren. Spijkeren? We gaan hier nooit meer weg, hè, dit pand. Dus we kunnen nu echt die hele muur gaan volhangen. Wel mooi dat je alles zo netjes hebt opgehangen. Ja, maar... Met beleid en met subtiliteit. Dat maakt het cool, weet je. Hey, anders plak je het helemaal vol, zodat het helemaal geplastificeerd is. Ja. Gewoon zo'n plastic laag eroverheen. Ik vind die van Star Trek ook echt fucking briljant. Ja, die zijn leuk, hè? En die moeten ook even wat beter vastgemaakt worden. Echt als Beverly Crusher. Het waait hier soms echt als een gek. Voor je het weet is alles eraf. Het waait hier soms als een gek. Ja, je moet alles goed vastmaken. Kan het geen kant op. Duurt wel in principe wel redelijk lang nu. Oké, dan plakken we het ook bijna op. Dat is een groot productieprobleem. Ja. Ik heb de volgende brief van de week. It's so funny. De Lego brief van de week.
Pibaklapjes, ik heb een vraag over Lego City Undercover. Het is een soort GTA-kloon, maar dan met Lego. Zo zou je het kunnen omschrijven. Dus hoe zit het dan met het neerknuppelen van hoertjes? Nou. Mijn belangrijkste doel in de GTA's was toch wel om een hardhandig einde te maken aan prostitutie door de hoeren. Dat is misschien... Je kunt beter bij de source beginnen, bij de pooiers. Ja, dan kun je beter de bad guys neerknuppelen. Maar even afgezien van GTA, even over Lego City Undercover. Het is sowieso geen GTA-kloon. Het is een open wereld game. Sowieso geen kloon, nee. Het is onzin om het kloon te noemen. En daarnaast... Het is ook voor 7 jaar en ouder, hè? GTA is voor 18 jaar en ouder. Dus het is een hele vriendelijke game. Wij hebben gezien dat als je met de auto, een Lego auto, door de stad heen rijdt, dat mensen aan de kant springen. Ja. Volgens mij, ik weet niet eens of je zo plat kunt rijden. Volgens mij niet. En ik denk ook dat er geen hoeren in zitten. Nee, dat niet. En ook geen gescheld, niet? Nee, er zitten wel leuke referenties in. Film. Wat, het is een geweldloze GTA. Op een gegeven moment komt zo'n gast uit de gevangenis en zegt hij: "Hey, are you Morgan? Are you free, man? No, I'm not free, man." Zoiets. Ik snap het niet. Wel, man, dat was die gast. Oh ja, dat was een verwijzing naar... Are you free, man? No. Dat was een verwijzing naar Shawshank Redemption. Ja. Er zitten heel veel van die verwijzingen, van die... You stupid. Somebody, get him to the chopper. I'm in hospital. Popcultuurreferentie. Ja, en de Matrix shit. Ja, de Matrix. Ja. Maar het is fucking. Ik heb hem vandaag in mijn tas zitten, dus ik ga hem even spelen. Het is een kick-ass game. Yeah. Hij is uit. Hij ligt in de winkel. Fantastisch. De animebrief van de week. Yo, gast. Ik las laatst een feature van Trace in verband met een top 5 anime. Nou is mijn vraag, kijken jullie ook anime? Zo ja, welke groetjes? Kees. Nee, Kees. Ik ook niet. Nee, klaar. Mooi. Volgende vraag. Nou wacht, ik heb wel één gekeken. Één anime. Nee, ik heb vroeger verschillende manga films gekeken. En op een gegeven moment werden ze gewoon kut. Ik had een paar hele coole gezien. Fist of the North Star, Ninja Scroll. En toen op een gegeven moment keek ik op 3 achter elkaar die kut vond. En toen ben ik gewoon opeens wel gaan. Met je shot. Ja. Ik vind Japanners fantastisch, maar ik snap ze niet, hè? Ik snap ze niet. Ik ga toevallig binnenkort naar Tokio. Geen hoekje, man. Het lekkere wijf van de week. Geert de Groot. Serieus, Geert de Groot? Geert de Groot, yo. Wat is dat? Oh nee, awesome naam. Dat is fantastisch naam. Hey gasten! Het derde seizoen van Game of Thrones begint weer bij... begint weer bijna. Kijken jullie die serie... Bijna? Hij is al begonnen. Kijken jullie die serie ook? Zo ja, welke chick vinden jullie het lekkerst? Zelf vind ik die blonde wel oké. Okay. Alleen moet ze niet steeds zitten janken om die draken van haar. Die blonde is zo awesome. En wat vind je van Clarice van Houten? Nou ja, die vind ik... Nou, sowieso trek ik haar slecht, omdat ze altijd een redelijk accent heeft. Gaat de laatste tijd wel beter. Dat klinkt exotisch in de oren van een Amerikaanse man. Ja, dat klopt. Maar ik vind haar wel stijlvol, maar ik vind haar rol niet zo interessant. Net zoals Mad Men, weet je, de eerste keer dat die gasten zien met alle wijven neuken en shit. En nu doet hij dat niet meer in ieder geval in seizoen 5. Nee? Maar goed. Oh, sorry. Heeft hij een... Ja, shit, sorry. Ja, dan moet je het maar kijken, weet je. Fuck die shit, jij bent zelf ook zo. Hij is wel een lul daarom, hoor. Ik vond hem wel een lul. Hij heeft echt zo'n lief vrouwtje thuis. En nee, jongen, die wijf is niet lief. Ja, later niet meer, maar in het eerste seizoen wel. Ja, zo netjes, vrolijk huisvrouwtje. Zo van, ja, de kindertjes krijgen eten en ik geef je af en toe wat. De Dino-brief van de week. Deze brief is van Dino Hadziomerovic. Holy shit, die gast heet echt Dino. Dino Hadziomerovic. Wij hadden ons eens een stagiair Dino willen noemen. Ja, dat is nog steeds vet. Natuurlijk wel. Ja. We noemen hem na Dino. We vernoemen hem naar jou, Dino Hadziomerovic. Beste Jo Postgasten, ik ben ook een liefhebber van jullie show en ik kijk ook elke week met plezier. Ik zal ook vast niet de enige zijn, dus ik vroeg mij af of jullie wel eens op straat herkend worden en of jullie het irritant vinden om door fans aangesproken te worden. Goed, Dino Hadziomerovic. Nou, Dino, ik zou je vertellen. Hey, volgens mij hebben we deze vraag als ik eerder al beantwoord. Maar niet van hem, niet deze, want nee, die is op 25 maart verzonnen. Die is niet van hem. Ik word wel eens herkend. Niet vaak, wel eens. Niet als het mooie was. Maar als je zo'n debiele Luigi-pet op doet, dan gaat het hard. Dat gaat dat.
Maar het mooie was, ik werd heel vaak herkend toen ik nog maar net met mijn vriendin aan het daten was. Oh, dat had ik ook een keer. Dat is echt mooi. Dat is zo epic. Elke keer dan gingen we ergens naartoe en er was een of andere ober en die zei, hey, ben jij niet... dat maakt de indruk, hè? Dus dat was cool. Maar nu, de laatste tijd, is echt lang geleden trouwens. Mm-hmm. Soms denk ik wel van, dat ik een gast zie lopen en dan kijk ze me uit van... En dan denk ik van, oh, ken ik jou? En dan lopen ze weer door. En dan denk ik van, ah, volgens mij ken ik die maar. De eerste keer dat ik het had, had ik het ook op een date. Dat, cool, dat was zo fucking awesome. Maakt echt indruk. Groei je ballen waar je bij staat. Ja. Wow. Haben die schöne große Eier. Ich wünschte, mein Mann wäre auch so gesegnet. De kritische brief van de week. Hey, de volgende brief is een beetje kritiek. Kritiek? Hij is afkomstig van Marco van Hees, Darkness Food. Hij zegt, heren, zoals ik al tegen Maarten zei op Twitter, @MaartenBlonk dus, de tweet die hij negeerde, de paljas, kappen met paljas. Die telefoons. Godverd. En dan staat er een vloek. Ja, die ben niet herhalen hier. Op nee, Wouter wel voor de helft, maar goed. Jullie zijn om shit op te nemen, maar telkens pakken jullie je telefoon tevoorschijn. En raakt één van de twee het spoor bijster. Dat is niet zo erg. Waren het niet dat je dan stomme situaties gaat krijgen. Bijvoorbeeld Maarten maar even wat zegt en half weet wat de vraag is. Ja, ja dat klopt. Ja. Hij wijst ons op onze, hoe noem je dat? Ja. Ja. Onexpertise. Ja, onze incapabiliteit om je post op te nemen. Begrijp me niet verkeerd, jullie zijn twee poepetjes bij elkaar. Poepetjes. En als ik een string hoog in de naad zou dragen, zou ik aan jullie denken. Echter zijn die telefoons een doorn in het oog. Maar kijk eens, hey John. Kijk eens hier. Zie je telefoons? Wij zitten ook in een fucking schuilkelder, in een nucleaire kelder, waar helemaal geen straling doorheen komt. Nee. Dus op dit moment zou de wereld al vergaan kunnen zijn. Maakt niet uit, wij staan hier vrolijk op te nemen. Ja. Ik krijg geen pingetjes van mijn vriendin van, ik ga dood, ik hou van je. Nee, ja. Fuck the shit, het komt hier niet binnen. Nee. De enige keer dat ik ooit een keer ben opgestaan voor een telefoontje was toen mijn huis verkocht was. Toen bleef ik zelf nog zitten. Koppig. Nou, jij bent al heel dood bezig. Echter, die telefoons zijn een doorn in het oog. Mede omdat de iPhones zijn, dure baggershit. Vanaf nu lekker de brieven lezen en fappen op jullie telefoon voor een ander tijdstip bewaren. Oké, dat doen we. Maar ik denk dat hij het specifiek heeft over die ene keer dat we samen met z'n tweeën gezellig spelletjes. Ridiculous Fishing aan het spelen. Dat was gewoon leuk. Ja. Rest mij nog jullie achter te laten met de volgende wijsheid. Hij heeft een gedichtje geschreven, Marco van Hees. Zoals het komt, zal het gaan. Het leven krom. Ik ben ontdaan. Houd de moed. Als zijnde een schoen. Morgen is een goede dag om niks te doen. Het einde van voel ik wel. Ja, ik vind het interessant. Met vriendelijke voet, Darkness Food, de hunk van het forum. PS, droogmolen. Droogmolen? Ja, geen flauw idee. Ik vind het een hele verdomd leuke brief. Ja, maar hij moet wel zijn bek houden over de gezeik op die kuttelefoon. Jammer dat hij op jouw pas komt, want als hij voor in het magazine was gekomen, had ik een brief van de maand gemaakt. Had niemand begrepen. Had je EA game gewonnen. YouTube comment van de week. Rutger van Eijk zegt tegen Power Unlimited, klopt het dat Wart in de jouw post ook een paar voice-overs deed? Klopt. Klopt. Cheert is onze voice-over man. Die heeft zo'n mooi Fries-achtelijk stemgeluid. En een mooie stem. Popcornbrief van de maand. Ja, hij gooit er mooi veel internationaal in. Maar hij is even weg. Hij is weg. Spaanse señorita is aan het... afpalen. Aflikken. En dus heeft Ed het even een keer gedaan en Wart ook. Ik weet niet wie deze keer het gaat doen, het is een verrassing. Waarschijnlijk cheert weer. Dit is de YouTube comment van de week. Er is frustratie wat ik eruit zie. Nee. Wat doe je? Ik maak er even een masker van. Masker van. Ik lijk echt op mijn koekoeksklein. Oh. De nutteloze brief van de week. Soms gaat het echt nergens over, zegt XO Bullets, XO... Goed punt! Ja, dat klopt. Pu.nl, comment van de week. Comment van de week van Pu.nl. Iemand zegt Jori1. Die zegt, Wouter,
hoe kun jij groene planten zien in een zwart-wit film? Ja, motherfucker! Dat zei je over die 3D-shit van vorige week. Dat is niet waar. Ik zei gewoon mooie waterplanten, zei je. Nee, jij zei groene planten. Jij zei groene planten, vriend. Toen begon jij over groene planten, dat ik te veel groene planten had gerookt. Jij had groene planten voor mij. Goede tabak. Dus ik had helemaal nee, volgens mij heb jij... Volgens mij heeft... Doet Jorrie een punt. Oké. Volgens mij heeft hij één punt. Goed, we hebben nog twee brieven. Dus dit is de ene laatste brief van de week. En Wouter gaat hem voorlezen aan jou. Oh, hij is afkomstig van JL en nog wat. De ene laatste brief van de week. Beste Pu, Wouter en Maarten. Wanneer komt Ed of Jan of Tjeerd een keer in de Joop-post? Helemaal fucking nooit. Dit is onze rubriek. Ja. Laten die paupers niet in onze rubriek. Het is al een keer in de en Bart ook. En dat ging helemaal mis, joh. Ja, dat ging helemaal in de fucking... Niemand vond het leuk. Niemand keek. Dat was helemaal niet leuk. En niemand vond het leuk. Wij vonden het ook niks. En we hebben klachtbrieven gekregen. Ja. En mensen zeiden, stop ermee! Ja, mensen hebben een abonnement opgezegd hierdoor. Dat is echt niet oké. Okay. Ergens in Oezbekistan stort een flatgebouw in. Ja. Met een ontploffing. En er keek niemand om. Nee, dat was allemaal door die fucking... Het gebrek aan Jan of Tjeerd of Ed in de Joop-post is verschrikkelijk. Nou, Tjeerd doet altijd fucking... Doe weg, joh. Wat is dit? Dit is toch niet oké? Okay? Oké, maak hem wel even af. Maak hem wel even af. Ik heb hem erbij. Welke was het? Dat is een zeur, zeg. Altijd een kritiek. Ja, ik ben zo slecht. Ik kan goed op kritiek omgaan, hoor. Ik kan goed op kritiek omgaan, maar deze niet, weet je. Je doet dat voor de mensen in het rijtje. Ja, maar wat krijg je terug? Niks. Helemaal niks. Ik word er helemaal een beetje... Laatst werd ik fucking gast... Oh, hij lijkt net... Oh ja! Heel grappig. Ik had die SimCity helm op. Toen zei iemand van... Oh, dat lijkt net Bob de Bouwer met een Down-syndroom. Niet leuk. Maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag is, hoeveel krijg je betaald? Betaald als je bij de Q werkt. En krijg je ook gratis computerconsole Ferrari als je bij de Q werkt. Wouter, eindbaas. Oké, dus hij is wel oké. Okay, hij vindt ons wel oké. Okay. Dus ja, afgezien dat hij vindt dat we niet meer de Joopost moeten doen, vindt hij ons verder wel oké. Okay. Ja, dat is wel oké. Okay. Ik vind ook wel dat we er niet meer de Joopost moeten doen. Maar okay, voor we stoppen als... ermee. Stoppen er toch mee? Ja, maar dat is niet oké. Okay. We stoppen er gewoon mee. Allemaal om je pols heen zitten, joh. Waarom heb je dat om je pols? Dat heb ik letterlijk al mijn hele leven. Maar waarom? Niet waar, dude. Dat is hoe... Dat heb ik in de Efteling gekocht. Waarom? Waarom koop je shit in de Efteling? Het voelt fijn. Ik voel, als ik waarom? Niks om mijn pols heb, dan voelt het alsof ik naakt ben. Ik hou niet van naakt zijn. Naakt ben je geboren. Sommige mensen heten naakt geboren. Ja, maar... Heeft niks mee te maken. Zullen we de laatste brief doen? Echt een enorme Captain Obvious achternaam ook. Ja. De laatste brief van de week. Eliot Abrahams. Goedenochtend, geachte Wouter en Maarten. Vandaag neem ik de tijd om jullie een brief te schrijven. Een klaagbrief dan nog wel. Die moeite heb ik niet meer genomen sinds mijn eerste liefje toen ik 7 jaar oud was. Ik neem de moeite om een klaagbrief te schrijven... omdat ik klachten heb over een mobiele site slash app. Ja, ik kan niet schrijven. Deze is niet te doen, net zoals jullie zusters. Ik zou het erg appreciëren mochten deze wat verbeterd worden. Dit zou niet alleen mij, maar ook de halve mensheid bevrijden van een enorme verlossing. Bevrijden van een enorme verlossing. Met de vriendelijke groeten, vriendelijkste, weliswaar. Jullie meest minachtende fan, Elliot. Elliot. Nou, Elliot, Elliot. Ik vind het een vette naam, Elliot. Ja, zo vind je in E.T. ook. Ja. En hij doet nog wel een haakje met zo'n drietje, een hartje, zeg maar. Hij luft wel, hij luft wel. Ja, het is een beetje gezeik. Ik zou niet weten, ja, zeg dan even wat er beter moet. Ik vind dat als je een klaagbrief schrijft... Dat je het wel dan op deze manier wel met verve doet. Ja. Ik vind het wel oké. Ja, maar ik kon ook niet weten dat ik zo kick-ass awesome zou voorlezen. Of kwam dat niet echt uit de verf? Ja, dat was... Dat is redelijk cool, toch? Ja, dat is strak. Ik heb wel mijn best gedaan. Hey, wat zijn de klachten dan? Kunnen we misschien wat aan doen? Als je niet vertelt wat er mis mee is, kan er niks aan doen. Ik vind ook dat het niet perfect is. Oeh, shit, zei ik dan. Dat weet ik niet. Dingen kunnen altijd beter. Ja, precies. En we zijn ook altijd onszelf aan het verbeteren. Ons karakter, ons uiterlijk.
maar ook de piep. Dat kon je er niet tegen? Hoezo? Soms duwde ze zo'n borstveger in je smoel, dan stikte je. Ja, en soms moest je mee naar het toilet met de leraar. En dan moest je eventjes... Ik heb echt letterlijk meegemaakt. Ik had zo'n lerares, die was mank. En die liet jou een likken, die smeerde de pin. Stuurwold heette die. Kijkgast! Die was zo klein en die liep zo. Die had gewoon letterlijk iemand mee naar de fucking gang gesleept en iemand over de knie gegooid. Bam! Echt! Dat is een fucking periode. En dit is echt nog maar 15 jaar geleden, hè? Ja. Nee. Ja? Anyway, hoezo, hoe oud was jij dan? 15 jaar? Dat was een vriendje van ons en we zaten zo door het raampje te kijken. Hallo! Smack! Smack! Nou, zo'n mank SM martelwijf ook. Oh. Ja. Maar goed, we moeten gaan. De tijd schrijf, joh. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week zijn we er weer. Elke woensdag kun je van ons op aan. Dit is je favoriete halve uurtje als het goed is. We beantwoorden brieven, we doen anekdotes. En als je nog meer brieven wil weten, weet je. Delen levenswijsheiden. Het kan gewoon, weet je. En elke keer een ander hoofddeksel. Het kan. Elke keer. Een ander hoofddeksel. Hey, moet je ook altijd... Ja, dat komt op school. Er werd er schoongemaakt onder de shit. En dan kon je, werd dat mooi zo... Hè? Ja. Wel genoeg dat je dat niet doet. Hij staat niet echt stevig volgens mij, of wel? Nee.